Zo hard brullen kunnen deze leeuwtjes nog niet. Logisch ook, want op de dag na kerst waren ze nog maar een paar weken oud. In dit bomvolle Blijdorp Kids College vertelde dierenverzorger Jos Hartog van alles over de Aziatische leeuwen. Niet te verwarren met hun neven en nichten uit Afrika. Heel veel kinderen kennen natuurlijk de Afrikaanse leeuw, hè, van de films The Lion King. Ja, de Aziatische leeuw is een iets andere leeuw, komt in een ander gebied voor, in Azië uiteraard, in India. Dus het is een verre neef. Je ziet dat bij de mannetjesleeuwen, dat die manen van de Aziatische leeuw wat kleiner zijn. De Afrikaanse leeuw heeft veel grotere haardos. Een ander verschil is de buikplooi. Een beetje Aziatische leeuw die mag wel een klein buikje hebben. Daarom hou ik wel van de Aziatische leeuw. Ze leven in dat kleine gebied, hè, in Azië. En als je goed inzoomt op dat gebied, dan zie je dat dat land India heet. En in India zoomen we in op dit plekje, hier. En dat is de provincie Gujarat. De leeuwen die leven in de provincie Gujarat. Het had maar weinig gescheeld of de Aziatische leeuw was helemaal uitgestorven. Dat dat net niet is gebeurd, is helemaal te danken aan één meneer met een hele moeilijke naam. Wie dit uit kan spreken mag het nu zeggen, of allemaal tegelijk. Zijn naam is? De derde, heel goed, dat laatste, de derde. Mohammed Mahabat Khan de derde. Ja, die meneer had heel veel geld en die was heel erg begaan met het lot van de Aziatische leeuw. En die heeft er 100 jaar geleden voor gezorgd dat er een stuk bos gekocht werd, waar de Aziatische leeuw nu nog steeds leeft, het Ger Nationaal Park. En daar leven ze en daar gaat het goed en daar verplanten ze zich voort. En eigenlijk is het allemaal dankzij deze man dat de Aziatische leeuw nu nog steeds te zien is. Als je dat gedaan hebt, dan ben je voor mij echt een superheld. En in zijn geval wordt het dan Superman Mahabat Khan de derde. Op dit moment zijn er 600 Aziatische leeuwen op de wereld. Dat is nog steeds hartstikke weinig. De geboorte van de drie welpen in Blijdorp in de zomer van 2018 was dan ook heel fijn. De vader is Apel en de moeder is Lalana. En die twee, dat is de perfecte match. Als Apel Lalana ziet, dan denkt hij alleen maar, wauw, dat is een mooie leeuw. Dat is een schitterende leeuw. De Apel is helemaal gek op Lalana. Ze zijn altijd bij elkaar. Ja, en als je altijd bij elkaar bent, dan kan het wel eens gebeuren dat je ook paart met elkaar. Dat je elkaar zo lief vindt. En dat je met elkaar paart. En als je paart met elkaar, dan komt er ongeveer, na 100 dagen, iets meer dan 100 dagen, komen die jonge leeuwtjes. Als we een vermoeden hebben dat een vrouwtje drachtig is, dan doen we er een paar weken voor de mogelijke dracht, doen we haar naar binnen. Geven we haar lekker een warm binnenhok. Daar doen we lekker veel stro in. Een echt nestje maken we ervan. En dan uiteindelijk kunnen daar de welpjes geboren worden. De eerste weken konden de welpjes vooral via de camera worden bekeken. Heel af en toe komen we naar binnen, één keer, twee keer in de week, om Lalana wat te eten gegeven. En dan gaan we heel gauw weer weg. We maken ook niet schoon. We geven haar alle rust. En je kan zien dat het hartstikke goed ging, zagen wij op de beelden. We zagen dat de jongen goed groeide en dat ze lekker dronken. En dat drinken is heel erg belangrijk, hè, voor de melk, want daar groeien ze goed door. En van melk gaan ze dan langzaam over op vlees. En toen kwam er een hele belangrijke dag. Toen ging ze voor het eerst het hoofdverblijf in. Je moet nagaan dat deze leeuw, Lalana, met haar jongen heeft al die tijd apart gezeten. En nu, na een paar weken later, mogen ze voor het eerst het hoofdverblijf in. En dat was natuurlijk hartstikke leuk om te zien. En misschien is het voor jullie wel bekend en hebben jullie het op de website gezien. Maar hier zie je de eerste beelden dat ze dus in het hoofdverblijf liep. En daar zie je ook dat Apel al gelijk heel nieuwsgierig keek. Want die was nog buiten. Die hebben we apart gehouden nog eventjes. En op 22 november gingen de leeuwtjes zelf voor het eerst naar buiten. Als je goed naar ze kijkt, dan valt je vast iets op. Namelijk dat ze de hele dag aan het spelen zijn. Dat is het enige wat welpen doen. Spelen, 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 spelen. En ik zou er helemaal gek van worden als ik Lalana was. Moet je kijken. En je ziet ook dat als ze aan het spelen zijn, dat ze ook al een klein beetje leren om te jagen. In een half uurtje tijd hebben deze kinderen heel wat gehoord over leeuwen wat ze nog niet wisten. Dat Mohammed, dat wist ik niet. Dat die een soort van prins die leeuw had gered. Ze communiceren vooral ook met lichaamstaal. Gingen ze op de muur klimmen en ik vond het grappig dat die moeder net lekker aan het liggen.